Oké, deze auto heb ik gekocht en heb ik APK kunnen goedkeuren via Facebook. Ik moet er eens uit zien te komen. Zoals jullie zien, deze auto ligt compleet uit elkaar. Maar ik heb deze auto via Facebook wel APK kunnen goedkeuren. Bizar. Wat is dit voor een auto? Jij bent APK keurmeester. Wat is dit voor een barrel? Dit is sloop. Ja. Dit is echt een sloopauto. Ja. Wat valt hier aan af te keuren wat af te keuren valt? Volgens mij bijna alles. Ja, of niet? Er zit niks meer op. Nee. Er zitten geen wielbouten in, er zitten geen vering meer in. Alle banden zijn glad, spiegelglad, geen verlichting, geen motorkap, helemaal niks meer. Geen stoelen. Wat vind je er als APK keurmeester dan van dat dit zomaar goedgekeurd wordt? Ja, daar ga ik heel hard om lachen, want dat kan natuurlijk niet. Dat is een lachertje. Dat is echt bizar. Ja. Dit, het gaat niet eens meer aan. Nee, maar dat kan ook niet. Hij is voor de sloop. Ik moet maar afwachten of de sloop hem nog wil hebben. Ja, is dat echt zo? Ja, dat denk ik wel. Want waarom zou de sloop hem niet willen hebben, denk je? Er zit niks meer op. Alles is er al af. Alles is er al af. Schrok je ervan toen ik zei dat we een APK goedgekeurd hebben? Dat kan niet. Het is onmogelijk. Het bestaat ook niet. Het is niet een keurmeester die dit kan keuren. Het is wel gelukt. Ja, dat snap ik niet. Voordat we beginnen met het geweldige item wil ik eerst de heren van Young Security en VK Macht bedanken voor het sponsoren van deze video. Check even de linken in de beschrijving en support ze gewoon even. Heel erg lief, dank jullie wel. En daarnaast wil ik jullie ook even een update geven over iets anders. petje.af/Dasjan Boerema. Jullie kunnen voor een bepaald bedrag per maand lid worden van mijn petje af. En in ruil daarvoor komen jullie in Telegram groepen waar jullie input kunnen geven over onderzoeken. Maar jullie worden ook op de hoogte gehouden van bepaalde onderzoeken. En het zou mij heel erg helpen, want YouTube wordt steeds duurder. De items worden steeds duurder. Maar ik krijg er eigenlijk vrij weinig inkomsten door. Dus check even de link in de beschrijving. petje.af/Dasjan Boerema. En word alsjeblieft lid. Dankjewel. Via Facebook zijn er talloze accounts die APK's zonder keuren aanbieden. Je hoeft de auto niet in te leveren, maar de auto wordt wel geregistreerd als zijnde APK goedgekeurd. Bizar voor de verkeersveiligheid. Hier wil ik 100% induiken, maar daarvoor heb ik wel eerst een auto nodig. Een auto die met geen mogelijkheid meer de weg op mag. En die heb ik gevonden. Ja, deze is perfect. Die hele auto valt nog niet uit elkaar. Sterker nog, als je een aanhangwagen pakt en je haalt hem daarvan af, dan flikkert hij echt uit elkaar. Dus daarom heb ik hem gekocht. Onder één voorwaarde dat ik hem daarna weer terug mag geven aan de huidige eigenaar. Want wat moet ik met zo'n barrel? Helemaal niks. Ik zou echt verbaasd zijn als deze auto door de APK heen zou komen. Ben benieuwd. We zijn een paar dagen verder en ik heb net even de post bekeken. Maar hier is hij dan. Mijn kentekenbewijs. Ik ben dus nu officieel eigenaar van de auto. En dat betekent ook dat ik alle rechten heb als eigenaar van de auto. Het is dus gelukt. Ik heb een auto. Ik stuur een berichtje aan de beste meneer. Hij moet 250 euro betalen. Hij heeft genoeg aan mijn kenteken en mijn kilometerstand. En tada, hier krijg ik het bewijs van mijn keuringsrapport. En ik krijg dus nu een appje dat mijn auto is goedgekeurd. Echt compleet bizar, want ik krijg gewoon een keuringsrapport in mijn WhatsApp-chat. Zie je nu ook in beeld. Waarin staat dat hij gewoon officieel is goedgekeurd. Ze zijn wel slim, want ze maskeren wel hun gegevens. Dus ze sturen precies het stukje tekst op die ik niet hoef te zien, want daar staan hun gegevens op. Dat is slim. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat hij goedgekeurd is. Wat verdienen jullie daar per maand, per week aan? Ik denk verdeeld over, op een goede dag verdeeld over 5 APK-keurmeesters, 100 auto's. Dat het dan misschien wel tussen de 20 en 25.000 euro per dag was. 20, 25.000 euro per dag? Ja, maar dus net onverdeeld. Het is ook wel gevaarlijk lijkt mij toch? Ik bedoel, er zijn wel auto's die nu zonder... Wat voor auto's komen jullie allemaal tegen? Zijn het ook auto's die misschien een hele erge mankementen hebben en die wel op de weg rijden? Zelfs auto's die niet eens, restauratieauto's die niet eens aan elkaar zitten. Nee, ja, die hebben wij hier ook staan. Dat is inderdaad zo'n restauratieauto. Want ik, de doelgroep in het begin, waar de APK is nooit particulier geweest, het is altijd nog geweest voor herschade auto's die dan getest moesten worden. Ah, ja, ja, helder. Of restauratieprojecten voor mensen die oude auto's aan het herbouwen zijn, die op een slapend kenteken lagen en die ze dit weg op willen hebben. Ja, helder. En op een gegeven moment was er zoveel vraag naar. En de verdiensten die het eruit halen, was waarschijnlijk wel meer als een drugsdealer wat je eraan kon verdienen. Ja.
En de risico's waren zo minimaal. Ja. Dat zijn garages zijn gaan doen. Onder hoeveel garages worden dan auto's goedgekeurd? De garages niet, maar zeg maar keurmeesters die in garages zijn. Ja, hoeveel zijn dat er? Ik denk dagelijks per keurmeester 7, 8 auto's. Wat vind je ervan? Heb je zoiets van, nou ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit dat er onveilige auto's op de weg rijden? Gaat het je echt alleen om het geld? Of wat is je gedachte erbij? Het is hetzelfde als iemand die, zeg maar, maakt een drugsdealer ook uit als hij cocaïne verkoopt aan iemand die na gebruik zijn eigen weg opgaat. Ja, jij zegt meer, het is de vraag is er en wij leveren het aanbod. Dat bedoel je? Ja. Precies, of iemand die als een cashier werkt en vodka verkoopt aan iemand die gelijk de weg op gaat, is het ook de verantwoordelijkheid van ik snap wat je zegt. Maar het is een normale APK is vaak niet duurder dan 50, 60 euro. Nee. De vraag naar zwarte APK is 200 euro duurder. Ja, oké, dus mensen moeten wel echt specifiek zoeken naar jullie. Om te willen, ja. Als jij een kleine motorbeurt hebt en het valt onder 200 euro, onder 250 euro en een normale APK is dan mogelijk, dan heeft ieder gezond verstand wel van, weet je, ik doe dat en ik ga gewoon normale APK. Ja, helder. Ik ben dus nu officieel eigenaar van de auto en dat betekent ook dat ik dus officieel in bezwaar kan gaan tegen de APK. Dat gaan we dus ook doen. We gaan naar het RDW. De RDW kan namelijk een herkeuring uitvoeren op de auto en gaat beslissen of de APK juist of onjuist is uitgevoerd. En daarvoor worden ook de erkenninghouder en de APK-keurmeester uitgenodigd. Ik ben net gebeld door iemand van de RDW dat zowel de erkenninghouder als de keurmeester, dus de eigenaar van de garage en de keurmeester die mijn auto niet heeft goedgekeurd, maar wel goedgekeurd heeft in het systeem, dat die allebei komen opdagen. En dat wordt wel een dingetje, want dan sta ik daar in een hal waar ik niet mag filmen, want er zijn medewerkers van de RDW bij die ik niet zo mag filmen, want die doen ook gewoon hun werk. En dan sta ik daarbij samen met die erkenninghouder en die keurmeester, terwijl ik ze dus niks mag vragen, want we filmen niet. En dat willen we natuurlijk wel graag op beeld hebben. Dus dat betekent dat ik een confrontatie en de spanning moet uitstellen op het moment dat de keuring is geweest. En dat wordt volgens mij een hele ongemakkelijke situatie, want de spanning gaat natuurlijk hartstikke erg oplopen. Zou ik u misschien nog wat vragen mogen stellen hiervoor buiten het terrein? Ik heb nog wat vragen aan u namelijk. Ja, tuurlijk. Ja, zou u dat oké vinden? Ik heb een hersenbloeding. Ja. Ik ga van 2 uur tot 5 uur naar 4 uur. Ja. Die mensen misbruiken die. Ja. Erkennen. Ja. Ja. Dus ik ga even weg. Ja. Gebruiken ze mis. Maar er zijn andere mensen die uw garage gebruiken. Ja, ja, ja. Maar u bent nog wel van, u weet niet wie daar in uw garage werken. Ja, ik weet het wel niet. In mijn garage. U weet het wel. Ja, maar die mensen die zijn gekomen, die is niet bekend voor mij. Kijk, ik ben ziek, ik ga naar de fysio. Ja. Tijdens fysio hebben ze misbruik. Ja. Mijn erkenning, die komen ze op mijn computer. Ja. Die hebben ze gelijk. Maar er zijn er mensen die naar uw computer gaan. Ja. En die gaan dat dan invoeren. Ja. En u bent daar zelf dan niet bij? Nee. Dus dat zijn vrienden van, wat voor personen zijn dat dan? Marokkanen, ik weet niet. Marokkanen? Ja. En die maken dan misbruik van uw computer en die komen dan langs? Ja. Die komen dan langs en die gaan in uw computer dingen intoetsen of hoe gaat dat? Hebben ze voor inhuren? Ja. Ja. Oké. We willen inhuren. Ja. We hebben een computer gemaakt. Ja. Is geschreven. Ja. Eén man heeft hem ingehuurd, maar ze komen ze met 4. Ze gebruiken ze. Dus je huurt 1 iemand in en er komen 4. Ja. Ze komen ze 4. Ja. Wat is dat? Daarna heb ik hem gezegd, waar is die auto's daar? Ja. Ja. Nee, we hebben een andere garage gehuurd. Ja. Maar daarna heb ik hem weggestuurd. Ja. Maar toen was het al gebeurd. Ja, ja. Maar met al respect, maar er zijn. Mijn vaart, mijn ja, maar dus, er zijn auto's ja. Die nu onveilig op de weg rijden. Ja. En nou kan deze auto gelukkig niet meer rijden. Maar er zijn wel mensen. En ik vind het vervelend dat u ziek bent hoor. En daar alle respect voor. Maar u blijft wel de eigenaar van dat pand. We zijn een beetje dom geweest. Ja, nou ja, dat denk ik ook. Ja. Mijn eerste reactie is dat het gewoon echt heel, heel erg is. Dat dit gewoon überhaupt voorkomt. Ja. En wij denken dat we een goed systeem hebben. Daar ga ik straks nog iets over vertellen. Maar wij vinden het heel erg vervelend, en gelukkig de brancheorganisaties ook, dat dit nog voorkomt in Nederland. En het is een beetje vergelijkbaar met andere vormen van criminaliteit en fraude.
een netwerk 100% sluitend krijgen is een illusie. Dat is helaas niet mogelijk. Als je naar Nederland kijkt, dan doen wij op jaarbasis ongeveer 7.700.000 APK-keuringen voor lichte voertuigen. Yeah. Personenauto's vallen daar ook onder. En van die ruim 7 miljoen vallen er 3% in zogenaamde steekproef. Ja. En dat zijn er dan ruim 210.000 gemiddeld genomen op jaarbasis. En het is ook wel goed om te beseffen dat die 3% steekproef, en dat is ook een wettelijke verplichting waarin we in Nederland ons moeten houden. Ja, nou hebben wij dus een geval die blijkbaar net tussen die steekproeven doorvalt. Het is dus niet helemaal waterdicht, wat u net ook zei, u kan het netwerk niet 100% sluiten. Maar wat doen jullie eraan om dit soort gevallen dan wel te signaleren en daar iets actie op ondernemen? Ja, nou, daar zitten we natuurlijk zelf ook bovenop. Hè. We houden ook zelf al zaken op de sociale media in de gaten. Zoals, als ik vragen mag, wat doen jullie dan precies? Facebook, TikTok, ook wij volgen dat uiteraard. En we krijgen daar ook wel eens meldingen over van andere organisaties en dan grijpen we ook in. Want de berichten die wij zien is bijvoorbeeld een bericht van november, oktober vorig jaar met APK's zonder keuren. Dat staat allemaal nog wel gewoon online. Daar kun je nog steeds op reageren. Ja. Kan ik dan concluderen dat RDW dat wel gezien heeft of nog helemaal niet? Want dat is best wel openbaar te vinden. Het zijn een paar keer googlen, een paar keer op Facebook kijken en je ziet die berichten wel direct staan. In de algemeenheid monitoren we dat. Ja. En dan grijpen we ook in. Als wij signaleren dat iets bij een kenninghouder gebeurt wat absoluut niet door de beugel kan, dan hebben wij ook de bevoegdheid om bij zo'n erkenninghouder te kunnen sanctioneren. En wat voor sancties zijn dat? Ja, dat kan een waarschuwing zijn, dat kan een tijdelijke intrekking zijn. En de meest zware vorm van sanctie is dat we de erkenning intrekken. Ja. Nou, en als het dan ook nog vervolgens te maken heeft met bedreiging of dat soort zaken, dan hebben wij uiteraard ook de mogelijkheid om zelfs nog aangifte te doen. Ja. Het heeft ons wel weer getriggerd en dat helpt er ook wel weer bij om hier nog meer bovenop te zitten. Mm-hmm. We hebben zelf ook een onderzoeksteam samengesteld om dit nog nader te onderzoeken. Ja. En wij zien ook wel, maar dat is ook een maatschappelijk verschijnsel, de kracht van de sociale media. En het zou ook naïef zijn, en dat doen wij gelukkig ook niet, om dan de andere kant op te kijken. Dus wij zitten hier op, ja, nogmaals, we krijgen niet 100% sluitend, maar wij doen hier veel mee. Helder. Ja, het is echt een heel bijzonder verhaal. We hebben degene gesproken die het geld int. We hebben net de erkenninghouder, dus de meneer die op papier de eigenaar is van de garage, gesproken. En die zegt dus eigenlijk dat hij er helemaal niks van af weet. En als hij is helaas ziek. En als hij naar de fysiotherapeut gaat, dan komen er volgens hem 3/4 Marokkaanse jongeren die even snel inloggen op de computer en de auto afmelden en goedkeuren. Ja, je kunt inderdaad stellen dat dat niet een heel goed leiderschap is en dat hij geen goede eigenaar is geweest. En dat geeft hij zelf ook toe. Hij kan hier ook niks meer, want zijn erkenning wordt ingetrokken. Maar het is en blijft wel een bijzonder verhaal. Zo gebeurt het dus veel meer. Zo staan er tientallen berichten op Facebook met allemaal oproepen voor APK's zonder keuren. En ook de keurmeester zei net van deze man is echt slachtoffer en dat wil ik wel benadrukken. Het is niet dat hij de boeman is, alhoewel hij wel op papier de eigenaar is. Maar hij is ook gewoon slachtoffer van het hele verhaal, zeggen ze. En hij wil in ieder geval wel een rechtszaak tegen deze jongeren starten. Hoe het kan dat als je bij de fysiotherapeut zit en er al medewerkers van jou daar werken en 3-4 Marokkaanse jongeren volgens hem naar binnen lopen, inloggen op de computer en dan de auto afmelden, is mij een raadsel. Voor hemzelf ook, dus dat is ook bijzonder. Maar het gebeurt en het is een heel ernstig verhaal. Ik hoop in ieder geval dat de RDW hier wat mee gaat doen. Ze zeggen van wel een onderzoeksteam, even goed kijken op Facebook. En dan moet het eigenlijk naar mijn mening snel kunnen verholpen worden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.